We gaan lekker dit weekend naar de grootste Comic-Con van Nederland in de jaarbeurs. Liefhebbers van strips, games en fantasy kunnen daar hun hart ophalen. En Jessica, je mag verkleed komen. Dat mag. Want dat hoeft niet. Jij ziet eruit als een elf. Mm-hmm. Wat ben je precies? Ik ben gewoon een persoon met een pruik op en twee elfenoren. En ik vind het gewoon een heel erg leuk iets om mezelf eventjes in iets anders te kunnen verbeelden dan wat ik zelf ben, zeg maar. Ja, ja, want je ziet er heel mooi uit, maar het kan nog gekker. Want je hebt zelf ook, je maakt ook zelf outfits. Ja. We hebben een foto van, dat is geweldig. Dit is... Ja, wat zien we hier? Eigenlijk hoe ik nu ben. Alleen dit is meer de zomeroutfit. Dat was ook best wel een kort rokje. En dit is degene van het spel World of Warcraft. Dat is een draak. En dit heb jij zelf gemaakt? Ja, dat heb ik zelf getekend. En daar heb ik eigenlijk zelf inderdaad alle materialen voor gemaakt. Ja. Hoe doe je dat? Dat is denk ik iets te lang om nu uit te leggen. Maar... Het is heel veel werk. Ja, dus ik heb er doorsnee alles bij elkaar geplakt. Denk ik een half jaar over gedaan. Om dat echt elke dag, dan een fulltime dag, dit te maken. Ja, je zei het al even, hè? Cosplay. Ik had er eerlijk gezegd vanmorgen nog nooit van gehoord. Maar dat is eigenlijk het verkleden. Je verplaatsen in een filmheld. Ja, het heet verkort costume play. En dat is het ook. Alleen het gaat meer... dat is heel leuk natuurlijk, maar het gaat ook heel erg om de saamhorigheid en de sfeer van de mensen. Want de mensen maken het festijn, zeg maar. En dat is altijd zo, of je nou naar een festival gaat of niet. En dat vind ik er dus heel erg leuk aan. En de meeste mensen ook. Ik kan me ook heel goed voorstellen dat als jullie allemaal onder elkaar zijn, dat je... Wat ziet je er tof uit? Maar je moet straks, bij wijze van spreken van Utrecht Centraal, het plein over naar de jaarbeurs, hè? Ja, verkleed ja. Zoals op die foto net. Ja, dat vindt eigenlijk niemand echt leuk. Want wij zijn ook gewoon mensen, wij zijn ook bang voor reacties. En wij zien zelf ook dat dit raar is. Tuurlijk. Wie gaat er in een clownspakje nou zo rondlopen? Maar waarom is het raar? Omdat dat gewoon nog niet zo geaccepteerd is in de community als dat we hem kennen. Krijg je wel eens negatieve reacties dan? Nee, dat is juist het gekke. Dat krijg ik eigenlijk nooit. En het zijn vaak echt de oudere mensen die er heel erg in geïnteresseerd zijn en complimenten geven. Ja. Ja, en op een gegeven moment kom jij dus dit weekend de jaarbeurs gewoon in. Mm-hmm. Met alle anderen. Wat zijn kostuums waar we dit jaar echt op moeten letten, denk je? Even denken hoor. Ja, je gaat heel veel op dingen zien. Op jou natuurlijk. Goed, dat is een ander ding natuurlijk. Maar vooral bijvoorbeeld nieuwe series, die ga je heel veel zien. Nieuwe films, Venom bijvoorbeeld. Er zullen vast wel een hoop Venoms zijn, want er is een nieuwe film vanuit natuurlijk. Dingen met Spider-Man. Venom, dat is zeg maar een karakteristiek persoon. Iedereen kent Spider-Man, denk ik wel. En dan de tegenhanger van Spider-Man, die zwarte Spider-Man, zeg maar. Okay. Met die gekke witte ogen en die lange tong. En als je toch genoeg gepraat daarover. Maar daar is een nieuwe film van. Dus eigenlijk wat vaak nieuw is, wat heel erg hot topic is in de media op game- en filmseriegebied. Dat ga je vaak zien, ja. Als bijvoorbeeld een nieuwe Pirates of the Caribbean uitkomt, dan loopt het helemaal vol met Jack Sparrow's. Kijk aan. We gaan het zien dit weekend in de jaarbeurs. En mogen we ook gewoon in het normale kloffie komen? Tuurlijk. Zolang je maar gewoon blij bent en het naar je zin hebt. Daar gaat het allemaal om. Ik denk dat een hele goede tip is. Blij zijn en jezelf zijn. Dank je.